dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. Het is prachtig weer, ik heb het zonnebrilletje weer op. En check eens even wat we hier hebben. Het is de mijne. Ja, het is echt van jou. Hij is gejat. Ja. Oh my god, ga je niet menen. Zo. Ze hebben hem opgehaald. Kijk eens even wat daar achterop staat. Ja hoor, wat is de kans ook dat we dit tegenkomen zo, hè? Vaak bij de intro van de vlog. Ja, echt heel vaak inderdaad. Ik zou gewoon achterop willen zitten zo met de aanhanger. Op de snelweg zie je zo iemand zitten. Fucking mooi. Ja, dat zou geniaal zijn. Gevaarlijk, maar wel grappig op zich. Dus wel, daar laten we over aan Jackass. Anyways, over Jackass gesproken. We gaan even naar Jackass familie toe. En de reden waarom ik dat zeg is omdat het één knotsgekke familie is die altijd weer van die gekke frats heeft. Net zoals Jackass. En dat is wel leuk, want wij zijn natuurlijk zelf ook wel een beetje van het ouwe hoeren. En één van de vier kinderen die blijft vanavond bij ons slapen. En dan mogen jullie alvast raden wie van de vier kinderen het gaat worden. Is het Luciano? Is het Milana? Is het Gio? Of is het Virginio? Als je gaat kijken naar de vlogs die ik al heb gemaakt, dat de kinderen bij ons bleven logeren, dan is Luciano en Milana al langs geweest. En Milana ook een keertje alleen, dus al twee keer Milana. En Gio, Virginio nog niet. Dus wie weet? Jullie krijgen het straks te zien. Maar het gaat in ieder geval hartstikke gezellig worden. Dat weet ik wel. Want papa Enzo en mama Myron staan weer paraat. Hey, daar een chandeer trekken. Daar hadden we er alweer eentje. Pol. Dames en heren, het gaat maar door. Poh. Ik zie al iemand zwaaien. Milana! Milana, bro! Milana! Hoe is het met jou? Gaat het goed? Ja. Ja, gaat goed? Ja. Wil je de deur open doen? Ja. Hoppa. Hoppa. Alles goed met jou? Ja. Wat heb jij een mooie jurk. Een mooie jurk aan. Ja. Glittertjes allemaal. Wat doe je nou alweer gek dan? Ik wil een knuffel aan de andere kant. Kom snel naar mij. Ik wil een knuffel. Ja, doei. Yes. Hallo. Ik heb jou gemist. Hallo. Ik heb jou echt lang niet gezien. Ik heb daar gewoon op het kleedje gelegen. Ik wacht de hele tijd op jou. Echt? Oh, dat is lief. Zo, heb jij een buisje? Ja. Die had ik ook altijd. Wow, die krijg je toch normaal pas als je 12 of zo bent? Hey, wat een mooie ketting heb je om. Echt mooi, hè? Ja. Ik slaap er gewoon altijd om. Ja, ik ook altijd. Ik slaap er gewoon mee. Ja, ik ook. Ja, anders vergeet ik hem weer om te doen. Ja, precies. Dat is zo lief. Ja, dat is de ketting van Knolpower. De sieraden van Knolpower. Super schattig. Ja. Nou! Hey! Doe eens een dikke drift! Ja! Yo, baas! Hoi! Hoe is het? Goed! Goed! Hey, maatje! Krijg je knuffel? Maatje, knuffel! Heb je knuffel? Hey, maatje! Alles goed? Ja! Goeie grote maatje! Goeie ketting! Thanks, maat. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, lekker knolpower ketting. Alles goed? Ja, zeker met jou. Jullie zitten heerlijk in de voortuin met dit weertje. Wie gaat er bij mij slapen? Ja, nee, ik weet niet. Virginio, hè? Dat wordt leuk. Gaan we Fortnite doen? Ja? Nice. Hij heeft mij niet op de Switch gemogen. Ik zeg, ga maar bij Enzo. Ja, ik heb ook een Nintendo Switch, maar je kan je eigen natuurlijk meenemen met Fortnite. Oké, nice. Heb je al ingepakt hoor. Ja? Maar voor mij moest je in de zon zitten, zie je dat niet? Ik heb sproeten. Ja, dat is niet normaal. Myron heeft dat ook altijd. Die krijgt ook enorme sproeten. Hey baas, waarom ben je op blote voeten dan? Ben je lekker aan het skelteren? Ja? Wat een baas. Hij zit elke keer aan die handrem te trekken ook. Zo'n lekker tuinset hier hoor. Echt hè? Dit is de meest random plek voor een tuinset. Ja, zet hem neer. Hier is de zon. Ik kan hem achter neerzetten, maar dat heeft geen zin. Dit is zo'n mooi plaatje. Zit hier hoor op zijn slippers, ijsje. Weet je wat Luciano gaat laten zien? Salto. Eerst in mijn gezicht hoesten en daarna salto. Doei. Oké, nou. Kan je ook je hand voor je mond doen? Goed zo.
Doe maar je elleboog of hand voor je mond. Nou, hand voor... Nee. Hand voor de kont, zei je dat nou? Ja. Nee, er is toch geen hand voor de kont? Dat is toch hand voor de mond? Kijk, het kan wel. Ja, het kan wel hand voor de kont, maar lijkt me niet echt fijn. Ga je er onderdoor kruipen? Wat ga je doen? Tussendoor. Zo. Hij gaat gewoon een salto laten zien, die gekke man. Ik ga ook nog even kijken of ik het nog kan. Ja, is goed. Ik kan straks ook wel even checken of ik het nog kan. Kijk je niet meer. Wow! Zo! Ik wist niet dat jij dat zo goed kon. Wow! Nog een keer. Zo! 1, 2. Ja! Zo! Mooie uitvoering ook hoor. Hij doet een soort van... Nieuwste salto ter wereld. Kan je ook een salto dan? Ja. Ja? Hey. Wow, wat vet ja. Nice, mag je zien? Kijk dan, hij heeft gewoon een Pokémon Watch. Vet hoor. Oh, geniaal. Kijk, als je hem ingedrukt hebt, kun je steeds van achtergrond veranderen. Zo. Vet hoor, dat ziet gaaf uit. Zo. Ja? Wil je weten wat de mooiste is? En zo. Ja? Kijk. Wat ga je doen? Zo! Wat een gek. En zo, dit is de mooiste. Ja, tuurlijk is dit de mooiste. Met Pikachu. Ja. Nou, doe jij eens even een salto, baas. Moet ik hem vasthouden, de horloge? Nou, dan gaat Virginio even laten zien hoe die salto doet. 1, 2. Wow! Je landt hem ook nog. Ja. Wat goed. Ja? Hier kan ik ook daar. Wat wil je? Ik kan ook daar kijken. Je wilt daar kijken, naar de huizen. Ja. De eerste... Weet je hoe ze dat noemen? Laat maar. Weet je hoe ze dat noemen, Luciano? Gluren bij de buren. Gluren bij de buren. Jezus, ik ben al wegzwemmer. Hey. Ik denk dat niet. Jij bent een salto. Oké, okay, ik ga mijn benen wijd en dan een salto. Klaar voor? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1. Benen wijd. Ik kan het nog wel, dames en heren. Het is echt lang geleden dat ik het heb gedaan, maar... Die was perfect. Kijk, zo! Ja. Oh, kan je de split? Kijk hoe lenig die is. Wow. Nee, gewoon een salto tegen me aan. Oei. Wat een drukte. Ja. Kijk wat voor gekke kung fu. Kom op, mama. Gaan we naar huizen kijken. Gaan we huizen kijken? Oké. Alsof hij makelaar is. Luciano, ben je makelaar? Pie. Is je heel random? Ja, hij heeft geen idee wat makelaar is. Nu ben je huizen kijken. Ja. Zal ik je uitleggen wat een makelaar is? Een makelaar is een persoon die huizen verkoopt. Nee, moet ik staan. Dat is een makelaar. Kijk, Lucian, dus, zie je dat wat daar in de verte staat? Daarom dacht ik dat jij een makelaar was. Ja, John Deere. Oh my god, dat is toch niet normaal. Overal is gewoon John Deere aanwezig. Het is niet normaal. Dat is in Duitsland. Dit is echt absurd. Hand voor je mond, hè? Of hand voor je kont. Jij mag bepalen, hand voor je mond of hand voor je kont? Hand voor je kont. Laat je veel scheten dan. Maar daar staat dus een John Deere daar zo. Boing. Zo, kijk dan. Er liggen hier 3 knolpowerballen. Deze ballen die hebben altijd buiten gelegen. Moet je kijken hoe ze eruit zien. Kijk, hoppa. 3 knolpowerballen. Goed. Zo. Nog steeds. Ja, voetballen ze nog goed? Ja, ze zijn nog best wel hard. Wat is er, maatje? Boing. 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 Hoe doe je dat? Boing. Wat is dat? Boing. Ga je op de tafel staan en springen naar mij? Boing. Ja? Dat is ook een dier. Je bent gek, joh. Dat is ook een John Deere, hè? Weet je wat ik ga doen, dames en heren? Ik ga alle ballen daarheen doen. En zo, kijk. Ja, dan gaat er nog één.
Hey Luciano, zou jij voor mij het raam willen open doen hier? Ja. Wil jij deze raam voor me open doen binnen? Ja. Ja? Oké, dan ga ik proberen vanaf hier met één van deze vier ballen te schieten in het raam. Doe je ook mee? Hier, mag je ook een bal. Oké, Luciano doet het raam open. Nou, dan komt hij. Oh, bijna. Waarom ben je zout aan het strooien dan? Nee, zout. Zout? Oh, saus. Ja. Nu kan die. Nu kan die? Hé! Nee. Hey. Daardoor pas op, Luciano, pas op. Ik ga schieten in het raam. Allebei. Komt ie, 1, 2. Oeh. Hij schrok helemaal. Ik schrik me dood, zegt hij. 1, 2. Wee. Ja, hij zit erin. Oh, je hebt een andere raam. Yay. Je bent gek, joh. Milana, ga je hem vangen, de bal? Komt ie. En zo. Ja. Wil jij eens heel even normaal doen, maar anders pak ik jou, hè? Kan je oppakken? Kom hier. Stoute boef. Ik ga je neerleggen. En de kieteldood. Ja. De kieteldood. Ja. Heb je pijn? Ja, je voelt. Voelen? Oh, heb je een beeld? Ja. Ik ga jou pakken! Hé joh! Gek! Dit duurt niet lang meer! Ik heb je bijna! Niet onderdoor! Dat is moeilijk voor mij! Kieteldood! Nou, jullie zitten wel heel slim hieronder, hè? Heb je pijn in je voet? Oh, moet je mij even voorzichtig gaan doen? Ja, een steen zit hier. Oh ja, ik zie het inderdaad. Er zitten allemaal steentjes. Auw! Bye! 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 Hij heeft een nieuw woord. Bye! 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 Hey joh, gek! Hey joh! Ben jij de ballen, jongen? Mag ik de bal? Dankjewel. Dat zijn 1, 2, 3. Nee, het zijn er meer. 3, 4. Jij moet 1 zeggen. 1. 1 en 2. 2. En 1. 1. 1, 2, 3, 4. Het zijn er 4. Kijk. 5, 6, 7. Wat is dat? Dat is niet de bedoeling, hè? Oh. 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 Dat is 1. 1, 2, 3, 4. Die mag je wel doen, toch? Ja, dat mag je wel doen. 6, 7, 8. Hier, kijk maar hoe Milana dat doet. Afgebroken. Is hij afgebroken? Nee. Oh, hij is er nog. Maar kijk maar hoe Luciana, of kijk maar hoe Milana telt. Kijk maar, doe maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komt hij in het raam. 1, 2. Hoppakee. Wat is dat? Is mijn Porsche, zegt hij. Wil je het raampje voor me open doen? Wat wil je bestellen? Ik wil graag bestellen 2 patatjes en 1 frikandel. Oké, ga maar even kijken of dat er is. A few moments later. Meneer. Oh, mag ik dan een beetje liefde bestellen? En een high five. Nee. Nee? Wacht even. Wat is dat? Kijk. Ik wil graag 2 frikandel speciaal. Enzo, wat heb ik niet? Enzo. Oh, wat heb je dan wel? Enzo. Ik heb even Enzo. Kijken in de keuken. Oké, ze gaat even kijken in de keuken. Enzo. Ja? Ja, wat is wat een jaring? Oh, ja, dat is een lekker stukje mais. Oh, nice. Wat wil jij eten? Hamburger? Ja. Ja, mag je een hamburger voor Luciano en een stukje mais? Kipnugget ook nog? Ja, en ook nog een saus. En een saus. Doe maar een hamburger voor Luciano. Nou, kijk.
Hier heb je de hamburger. Nee, alsjeblieft. Nog een hotdog. Oh, dankjewel voor de hotdog. Nou, dat is super lief. Dankjewel. Ik wil nog meer hebben. Ja, die heb je ook nog. Nee, dat is niks meer. Ik ben er niet uitgekomen. Kan je dat een beetje ondertussen? Nee? Maar je weet wel hoe het moet, toch? Oh, je draaide hem bijna zelfs. Ik heb voor de liefde. Ik kan het echt niet. Hey. Maar ik had hem wel. Je had hem wel, ja. Ik wil nog slapen. Wil je nog een keer bij mij slapen? Ja. Ja, maar vanavond gaat Virginio bij ons slapen. En ik. Nee, misschien mogen jullie de volgende keer wel weer. Maar ik ga. Auw! Nou, jij mag sowieso niet slapen. Jij rijdt me aan. Ja, dikke karma. Wat zeg jij nou weer? Mag ik een knuffel van jou? Yay. Ben jij mijn allerbeste maatje? Ja. Ben jij mijn allerbeste vriend? Ja. Ja? We zijn maatjes voor het leven, hè? Je auto is kapot. De auto is kapot. Wat doet Milana nou? Ze maakt de auto kapot. Ja, ga hem maken. Ga jij hem maken? Nou, Luciano gaat de auto maken. Oké, okay, dit hebben we nodig om te maken. Hé, hey, kom, kijk. En dan gooit hij af en gooit ze allemaal even neer. Dus hij maakt. Dankjewel. Doei doei. Wat doe je? Snotneus. Wat doe je? Ik ga geworden, Luciano. En nu ik. En nu. En zo. Wil jij ook nog even, Luciano? Niet likken aan mijn camera. Je moet alleen zo'n gekke bek trekken. Ja. Hier, Luciano, mag ik eens? Wat deed jij? Hij doet overal koprollen. Naar binnen, wat doen? Ik ga even voetballen. Ja, we gaan de ballen pakken. Ja, je mag de volgende keer bij mij slapen, oké? Moet ik alle ballen op kleur zetten? Ja, doe maar. Oké. Ja! Hij moet er toch tenminste wel twee inknallen, toch? Ja. Dat bedoel ik! De Virginio, 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 Virginio. Can I get up? Hey, ballen jongen. Dankjewel. Ja, dat is aardig. En dat is Giet de Boem. Oh, wat een mooie. Goede hoogte. Hey, ballen jongen, dankjewel. Hey, nog één. Dankjewel. Nou, ga ik hem erin schieten voor Luciano. Ja! Oh, voor Luciano! Ik had hem erin. Ja, klopt. Dat is ook wel leuk. Nou, gaat het nog gebeuren, maatje? Oeh, ja. Bijna. De laatste keer. Doe maar. En nog één keer. Oké, zo, hij lijkt net op mij. Nog één keer, oké? Nog één keer. En zoals met de potje Fortnite. Nog één keer, nog één keer. Nog... En uiteindelijk een uur later... Oké, okay, nu stoppen. Ja. Maar ik wil nog een potje. Ja, zo gaat dat. Oh! Ja, nog één keer. Nog één keer. Oké, okay, nu stop ik. Oké, okay, we zijn er klaar mee. Het is klaar. Sloes, over. Helaas, maar je hebt wel goed geprobeerd. Ja. Volgende keer gaan we het doen, oké? Okay? Wat heb je hier voor tatoeage? Fortnite. Fortnite, hè? Je hebt een vieze mond. Je hebt op je mondje. Ik ga kloppen.
Goed zo. Oh, 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 oh. Ja. Jeet. Mami. Nee, die moet je even opruimen. Dat is heel staat van jou. Goed zo. Doe maar in de prullenbak gooien. Oké. Een foto van jou maken. Mami, is er nog één? Mami. Mami. Oh mijn god, is die foto van ons goed gelukt? Oké, we gaan even de tas pakken van Virginio. Die doen we dan alvast even in de auto. En er gaat nog onverwachts in één keer iemand bij ons slapen. En dat is wel met goedkeuring van Virginio. Het is uiteindelijk Virginio's feestje, want het is de beurt aan Virginio om te mogen blijven slapen. Maar, yo! Maar er was nog iemand die heel graag wilde blijven slapen. Dus dat is uiteindelijk wel prima, toch? Dan gaan wij lekker met z'n tweeën chillen, gaan we lekker gamen. En dan gaat Maiwen maar lekker chillen met Milana. Oké, dus de koffer al helemaal ingepakt? Ja. Nou, top. Nou, laten we die... Ik heb alles. We spelen mee. Ik heb mijn spelletjes mee. Ja. Van de Switch. En dan controller. Hij is draadloos. En ook nog zoiets dat je hem aan de televisie aan kan sluiten. Oh ja, ja. Nou, dat is perfect. Nou, dan gaan we... een party doen met z'n vieren. Dat vind ik een heel goed idee. Ik heb ook nog losse controllers mee. En ik heb ook nog controllers thuis. Dus dit gaat een heel leuk feestje worden. Gaan we van de Porsche naar de andere Porsche doen? Ja, de mooie, hè? Hey, hey, hey. Maatje! Ja, hier, kom maar. Die is een beetje... Die is een beetje wit, hè? Hé, hey, maatje, wat doe jij hier? Dankjewel voor het open doen. Wat zei je? Dat hij een beetje knolpouder is. Ja, deze. Nou, een beetje. Hij is wel heel erg knolpouder deze. Kijk dan. Ja, maar kijk, je ziet niet heel... Het is een beetje oranje geworden. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Het lijkt soms een beetje oranje. Vooral op film lijkt het een beetje oranje wel. Ja, het hangt een beetje van het licht af ook. Of de zon op schijnt of in de schaduw. Maar goed, hier, kijk. We hebben genoeg plek. Hier, kijk hoe keurig mooi opgeruimd hij is, zeg. Ja, wat wil je eigenlijk eten? Want je zegt koekenpan. En toen moest ik opeens denken aan pannenkoeken. Nee, ik ook. Ja, dus wat wil je eten? Pannenkoeken? Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaan vinden van het avondeten wat Virginio net heeft bedacht. Hé, hey, zo, wat is dat voor lekker ding zeg? Hé, hey, maar Virginio heeft bepaald wat hij wil eten vanavond. Oh, en? McDonald's zeker. Zeg het maar. Pannenkoeken. Pannenkoeken. Hé, hey, pannenkoeken bakken. Hey. Heb jij dat gedaan? Ja. Heb jij die ballen gedaan? Kijk, die ballen zitten hier aan het plafond. Heb jij dat gedaan? Wil je deze op het plafond gooien? Gooi maar op het plafond. Hoger, harder. Milana, je moet even je tandenborst pakken. Nog hoger. Oh. Ja. Je hebt net op de zaak afgezet. Hoger gooien. Nee. Hoger, maatje. Hier, hoger. Ja, ik had een nieuwe jas voor. Oh, nog hoger. Kijk, ik moet zo, Luciano. Ja. Ja, hoger. Oh, bijna, nog hoger. Wat ergens in? Schaar. Oh, hier. Ja, goed zo. Hé, hey, kijk dan. Dit ben ik. Ik heb smileys op mijn hoofd. Ja, ze wil jouw hoofd niet zien. Nee, ik heb gewoon smileys omhoog gekregen. Ziet er wel grappig uit. Je hebt dat expres gedaan, hè, Milana? Die ja, kijk, want deze Enzo, die wijst naar die Enzo. Ze lachen elkaar uit. Heb jij een sticker op mijn hoofd geplakt? Ja, ik heb de pies gedaan. Nou, dames en heren. Wij gaan even lekker boodschappen doen. Luciano wil graag met de Skelter. Miep, miep. En weet je wat leuk is? Stoeprandje, ken je dat? Heb je dat wel eens gehoord? Ja. Dus dan heb je de bal in je handen en dan moet je hem gooien op de stoeprand. Nou, probeer maar op de stoeprand te gooien. Oeh, ietsjes harder. Ietsjes harder. Oh, dat was op de stoeprand. Probeer maar. Oh, bijna. Probeer maar op de stoeprand. Ja! Ja, oh, die had je moeten vangen. Je weet wat je ook kan doen? Je kan ook heel hard tegen die stoeprand aanschieten. Oh, dat was niet tegen de stoeprand. Kijk, komt ie hoor. 1, 2. Kijk. Nee! Nou. Zo, wat doe jij?
Wow, wat vet, gast. Heb je twee wielen op de stoep en twee wielen op de weg? Wow. Hey, hij had ook een goed hoor. Kijk dan hoe hij dat doet. Zo. Hoe hou je jou aan? Nee, jij gaat de volgende keer met mij mee naar huis. De volgende keer. Ja, die ga ik meenemen naar huis om pannenkoeken te bakken. En dan mag jij dan volgende keer ook eten, oké? Oké. Goed zo. Oh, wil jij de apiestroop vasthouden? Ja. Goed zo. Wij zitten in de auto. En gaan jullie goed luisteren? Ja. Dat is het enige wat we willen horen. Maar, ik wil ook nog één ding horen. Hebben jullie poffertjes mee? Suiker. Ja. We ook nog één ding horen. Ja, we hebben alles meegenomen, hè, Virginio? Ja. Nee. Jawel, we hebben alles meegenomen. Zelfs snoepjes, lievelingssnoepjes van Maiwen hebben we meegenomen. Heel lief van jullie. En ik heb voor mezelf nog tikkels meegenomen. Drop. Oh, lekker hoor. Even snacken voor onderweg. Dus we hebben alles mee, dus we gaan naar huis. Superleuk. Blijft je vriendin slapen. Yes. Zijn met z'n vieren. Ja, zijn met z'n vieren. En Virginio wil vanavond heel graag één dingetje spelen. En aangezien het wel Virginio's avond of dag is, wil Virginio heel graag Mario Party met z'n vieren spelen. Oeh, dat is wel leuk. Ja, daarom heb ik ook allemaal spelletjes mee en losse controllers. Dat bedoel ik. Dus hij is goed voorbereid. Dat is leuk. Dan ga ik denk ik vanavond Sims met Milana spelen. Ja, is goed. Ja, ik wil ook Fortnite. Inderdaad. Ja, inderdaad. Enzo, inderdaad. Wat heb je een mooie bril op? Echt, hè? Die heb je gevonden, hè? Op straat, toch? Ja. Gewoon van iemand. Van iemand. Ja, wat je vindt mag jou, hè? Zeg ze wel eens. Ja. Wat je vindt mag jou. Inderdaad. Net als Miron met jou. Ja, ik kwam Maya nooit tegen op straat. Die vond ik. Dacht, gevonden. Die mag jou. Ja, gevonden. Van mij. Ik ga ze laten schrikken. Hey! Ze keek echt over als ging iemand daar achter de deur kijken zo. Dus je dacht al dat ik je zou laten schrikken. Hé, hey, maar waar is jouw bed? Is dat zo? Ja. Nee. Is jouw bed niet, hè? Ja. Ja. Deze bank zo. Deze bank is zo freaking groot, zegt ze. Nee, freaking groot. Freaking grote bank, zeg. En ik weet al waar Virginio is. Want Virginio is sowieso naar de studio. Hey, kijk eens. Wat ben je aan het doen? Wil je op de computer? Hij heeft alweer het knopje ontdekt, hoor. Dit zijn allemaal geluiden die ik gebruik tijdens de stream en zo. Hij is dus al... Power! Woo! Kom, zal ik meteen pannenkoeken bakken? Ja. Ja, is dat een goed plan? Ja. Nice, gaan we doen. Ik heb expres het pannenkoekenrecept gehaald met alleen water toevoegen. Dus het enige wat we hoeven te doen is... deze open scheuren. Nee, poe! Maak die maar open. En gooi alles maar hierin. Waar is het ei dan? Nee, dat zeg ik dus net. Er is geen ei. Er hoeft helemaal geen ei bij. Dat zit er allemaal doorheen al. Maar ik vind het wel goed dat je onthouden hebt dat in pannenkoeken mix ei moet. Ja, dat is wel knap dat je dat hebt onthouden. Zo, laten we eerst deze maar doen. Ja. Kunnen we altijd daarna de tweede nog doen. En dan nu gewoon de helft van het water erbij. En dan moet ik mixen. En dan daarna weer de andere helft van het water. Jij bent hier niet op visite. Jij woont hier wel. Dus jij mag het niet doen. Wat mag ik niet doen? Nee, maar ik en Milana omstaan. Oh, alleen de visite mag dat doen. Ja, maar Enzo mag het ook doen. Ja, maar ik ga zelf wel even roeren, ja? En dan daarna mogen jullie mee helpen bakken. Wat doe jij, joh? Jij lust niet eens pannenkoeken. Jij wil de poffertjes, toch? Ja. Virginio die wil pannenkoeken. Ja. Nou, dan gaat die, dames en heren. De eerste pannenkoek. Ze zeggen dat de eerste altijd mislukt. Ja. Nou, zo mislukt is die. Nee, hè? Ziet er mooi uit, toch? Even een beetje zo rondje draaien, zodat het mooi rond is. Wat doe jij? Ik ben een ronde pannenkoek. Ben jij een ronde pannenkoek? Rond en dikke pannenkoek. Nou, dan moeten we even wachten en dan mag je hem straks ook wel... Oh, ik stond op je haar, sorry. Ja, dan moet je niet zo op de grond gaan liggen hier. Ja, wel.
Maar dan mag je hem straks ook wel proberen te flippen, oké? Ja. Nee, ja, dan gaan we om de beurt. Oh, huh? Dat zakje hoort er niet bij. Zo, een beetje spreiden. Daar zit de poedersuiker in. Oeh, en boter. En boter. Zo. Dankjewel. Zo, daar hebben we die moet 6 minuten op 180 graden. Nou, dan is de eerste pannenkoek bijna klaar. Virginio is even zijn pyjama aan het aandoen. Oh. Oh, dit is wel mooi hoor, deze. Dit is wel goed. Kom maar een keertje proberen als je wil. Hier heb je de pannenkoek. Een halve en weer een halve. Nou, pak hem maar. Heb je dat wel eens vaker gedaan? Nee? Dus wat je doet is gewoon zo 1, 2 en dan woep gooi je hem omhoog en dan vang je hem weer op. Oh, bijna. Bijna. Probeer nog maar een keer. 1, 2. Hop en vangen. Oh, nice. Ik leg hem even goed erop. Nog één keer. Gewoon goed erop. 1, 2. Oh. Oh. Ga je het proberen? 1, 2. Oh, wat gebeurt er nou? Je moet wel omhoog gooien. Je liet hem gewoon eraf glijden. Hier, kom maar, het is een beetje heet. Ja. Kom maar. En de lucht gooien, hè? 1, 2. En de lucht. En moet je wel vangen? Nou, nog één keer. 1, 2. En vangen. Oh, bijna. Nee, alleen als ik hem heb. 1, 2. Hey! Hier, kom maar. Oh, hij valt helemaal uit elkaar. Hier, kom maar. Pas op met de pan. Het is heet. Nou, die pannenkoek hebben we opgeofferd. Ik ga nieuwe maken. We hebben nog genoeg beslag en ik heb hier al aardig wat pannenkoeken. Ik ga mee. Kom maar mee. Ga met z'n allen. Want waarom komt de buurvrouw, denk je? Dat jij zo aan het stampen bent. Dus moet jij maar even sorry zeggen. Ik breng je even naar de buurvrouw. Ja, kijk, daar is ze al. Ja. Ik ben wel boos op jou, omdat jij zo stampt. Ja, de buurvrouw is een beetje boos, hè? Oh, je hoort heel hard, hè? Het is heel niet goed. Oh. Nee, die is elk ogenblik met zijn hart bezig en die zit met zijn meter. Ah, oké. Okay. Nou, als we wat kunnen doen, dan laat het weten. We zullen zachtjes doen. Ja, oké. Okay. Yes? Doei. Anders doei. 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 Okay. Doei. 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 Dit is allemaal liefjes. Zijn ze nou dag, liefie? Ja, dit zijn allemaal. Zijn ze nou dag, liefie? Ja, zij dag, liefie. Kom, Virginio. We gaan de film kijken en pannenkoeken eten. Oh, het is maar goed dat ik terugloop en deze moet omgedraaid worden. Oh, keurig weer. Precies op tijd. Echt precies op tijd. Nou, welke film gaan we kijken? Het regenpannenkoeken! Bij ons regent een beetje doorlopen. Bij ons regent pannenkoeken. Ja, oh, ik mis nog iets. Wat mis je? Wat eten we altijd op de pannenkoek? Oh. Wat denk je dat Marvin altijd op de pannenkoek eet? Stroop. Nee. Nee. Nog een keer. Poedersuiker. Nee. Nog een keer. Aardbei. Nee. Chili saus. Oh, ik dacht chocoladesaus. Ja. Marvin die eet altijd chili saus. Waar staat die? Even kijken. Waar staat die? Chili saus. Oh, kijk, hier is kaas. Die kan je wel aan mij geven. Ik wil kaas. Zeg maar, ik wil kaas. Ik wil kaas. Geef die ook maar aan mij. Oh, ik heb hem zo vast. En dan laat ik hem los en dan moet jij hem vangen, ja? Dan zeg ik 3, 2, 1. En dan moet je handen naast je zij houden. Ja? En dan zeg ik los en dan laat ik hem los en moet je hem vangen, ja? Oké. Okay. Los. Oh, net te laat. Oh, nog een keer? Oké. Okay. Los. Oh, net te laat. Nog een keer? Oké. Okay. Los. Oh, bijna. Nog een keer. Oké. Los. Oh. Nog een keer. De laatste keer, oké? Nee, nog een keer. Nu. Los. Oh. Geef maar aan Marvin. Gooi maar aan Marvin.
Nou, de laatste pannenkoek, dames en heren. Even een saltootje. Moet ik het even doen? Goed vast? Ja, heel goed. Goed vasthouden en een salto. Ja! Ja hoor! Nou, we gaan eten. Ja, doorlopen, even wachten. Ik moet toch even alles uitzetten. Ik moet dit even uitzetten. Deze even uit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier, dankjewel. Kijk, vers van de pers. Hoppa. 2 hours later. Hallo. Ga je slapen? Ja. High five. Zij slaapt gewoon op de bank, joh. Slaap lekker. Het is gewoon jouw hele bed dit, hè. Kijk hoe groot. Zo, je ziet jou bijna niet. Dit is haar hele bed vanavond. Oké, doei. Doei, doei. Geen schil kijken. Slaap lekker. Slaap lekker. Deurtje open, hè. Oké, dan gaan Virginio en ik, die gaan nog even lekker gamen hier zo. Ja, ik heb hem. Kroontje! Oh, het zou mooi zijn als ze het eerste potje winnen. Ik heb eentje knocked. Kom, victory! Dat is een victory, Leo! Ik wist niet eens dat een laatste waren. Dames en heren, allereerste keer dat Virginio en ik een potje samen doen. Victory Royale! Hey! Nou, heb je wat te vertellen hoor aan je vriendjes. Kijk, nu heb jij ook zo'n kroontje, zie je dat? Oh, dus ik heb ook een kroontje nu. Ja, ik zei het als je een potje wint. Ah, Victory Royale kroontje, hoppakee. In de tussentijd is Marion aan het editen daarachter voor KP Active. Ze had vandaag wat bakvideo's opgenomen. Geniaal. Oké. Nou, doen we nog een potje? Nee, oh nee joh. Je moet slapen. Het is 9:15. Eigenlijk normaal ga je 9:30 naar bed. Het is nu 9:45. Hebben we één potje gedaan. En dat was meteen het beste potje. Want beter dan dit gaat het niet worden. Want het was gewoon Victory Royale. Dus dat is wel mooi, toch? Dat is een mooie afsluiter vanavond. Zo, dames en heren. We staan even in de badkamer. En die tandpasta van kinderen ruikt zo lekker. SpongeBob tandpasta. Vind je dat ook zo lekker ruiken? Nee. Valt mee? Ik heb het nog nooit aan geroken. Heb je nooit aan geroken? Het ruikt heel lekker. Ja, ik vind dat lekker ruiken. Jij niet? Nee. Oh, ruikt gewoon een kauwgom of zo. Ik vind het wel lekker. Ja, maar het is geen kauwgom. Nee, je moet niet doorslikken. Nou goed, je laat dit hier maar liggen zo. Ligt tandenborstel er maar bij. Gaan we naar bed toe. Kijk, ik heb al even aan Virginio uitgelegd. Kijk, normaal gesproken is het licht gewoon aan. Maar als we dat licht uitdoen, dan heb ik hier heb ik een afstandsbediening. En als we die dan één keer indrukken. Één keer, twee keer, drie keer, vier keer. Dus dat is echt perfect. Ja. Dus dan kan je hem hier gewoon naast je neerleggen. Gaat het goed hier? Oh joh. En dat is voor je ogen. Ik zit zo dicht op dat beeldscherm altijd. Waarom doe ik dat? Ja, dan weet je wat je dan nodig hebt. Een brilletje. Die is niet van mij. Nee, die is van mij. Dat is mijn brilletje. Maar het is wel handig voor zo'n brilletje. Zo, ik heb één potje gespeeld met Virginio meteen gewonnen. Echt? Ja, dat was echt geniaal. Waarom? Nou, ik heb hem op bed gelegd. En, ik heb helemaal geen wat rustig gezegd. Nou, nah, maakt niet uit. Ik zei wel rusten. Zei hij wel rusten. En dan ging hij slapen. Ik ga nog even naartoe. Ik zag wel even wat rusten nog. Okay. Nou, in ieder geval, Virginio is naar bed. Maya gaat nog even achter de computer. Ik ga nog even wat dingen regelen achter de computer. En dan zit het erop voor vandaag. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Virginio die zei net, wat gaan we morgen eigenlijk allemaal doen? En toen zei ik, nou, je bent hier tot 2:00 in de middag. Dus jij mag bepalen. Dus morgen weer een nieuwe leuke dag. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.